sta hier bij Veolia in Ede. Jullie zijn in werkoverleg, zoals dat zo mooi heet. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wij worden al geruime tijd worden wij geconfronteerd met groepen reizigers, hoofdzakelijk scholieren, die het eigenlijk bedreigend zijn, bedreigingen uiten ook. Soms zelfs fysiek geweld tegen buschauffeurs, veel pesterijen, treiterijden, bedreigingen zijn er aan de orde van de dag. Vorige week zijn er 3 incidenten geweest op wat wij hier hebben, een probleemlijn. Welke lijn was dat precies? Dat is de lijn tussen Veenendaal en Ede. Lijn 85 is dat. Er komen heel veel scholieren uit Veenendaal die in Ede op school zitten. Dus er worden bussen vol vervoerd. Ja, en daar zit schijnbaar een groepje personen tussen die het nodig vinden om de boel te verzieken. Je baalt ervan dat de bussen niet rijden? Ja, best wel, want in Wageningen hebben we geen treinstation helaas. Dus ik moet altijd met de bus vanaf Ede. En wat is de consequentie voor jou? Ik denk dat ik een taxi moet gaan bellen. En dat gaat me heel veel geld kosten. Wat vind je ervan dat buschauffeurs nu staken in verband met agressie op bussen? Ja, ik kan het wel begrijpen, maar ik ben het niet mee eens. Ik wil ook bijvoorbeeld bij politie gebeuren ook superveel incidenten. Ambulance gebeuren superveel incidenten. Die mensen gaan ook niet zomaar staken. De buschauffeurs staken, wat vind je ervan? Want dat heeft te maken met agressieve jongeren. En jullie zien er nogal jong uit. Gisteren is er een incident geweest met agressie. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het eigenlijk een beetje belachelijk. Ja, wij zijn nou... Ja, het is niet onze schuld natuurlijk. Dus, Je baalt ervan dat je hier moet wachten? Ja. Ja, we staan hier al een uur in de kou. Dus het is ook wel vervelend. Ja. Vind je dat buschauffeurs dat dan op een andere manier moeten doen om hun ongenoegen kenbaar te maken? Ja, dat is wel voor hen natuurlijk de meest logische voor de hand liggende optie. Dus ik snap het natuurlijk wel, maar neem niet weg dat het heel vervelend is voor de rest. Ja. Nou, was er gisteren, naar ik begreep, is de figuurlijke druppel is in de emmer gevallen. Wat is er gebeurd? Gisteren is er een incident, een voorval weer geweest dat jongeren geen geldig plaatsbewijs hadden. Die zijn erop aangesproken door de chauffeur en de chauffeuse in dit geval. En dat is toen min of meer geëscaleerd. Er zijn scheldpartijen geweest. In zekere zin is ze bedreigd van je moet gewoon doorrijden, trut. Die chauffeuse die heeft toen conform de procedure die wij hebben, heeft ze de centrale verkeersleiding een noodoproep geplaatst. Het vervolg zou zijn dat daar onmiddellijk door de politie op gereageerd zou worden. Maar ook natuurlijk vanuit Veolia zelf, vanuit het management. Er zou ondersteuning moeten zijn enzovoort. Nou, het resultaat was dat de chauffeuse een half uur bij de halte stil heeft gestaan in afwachting van de politie. De politie is 3 keer gebeld met de vraag van waar blijven jullie nou, want die chauffeuse die staat daar. En de reactie van de politie was, eigenlijk hebben we daar geen tijd voor, we hebben wel andere dingen te doen. Nou, de minima, de eisen, we hebben een lijstje van 7 of 8 punten opgesteld. De meest belangrijke zijn, is dat wij op die probleemlijn permanent begeleiding willen hebben. Wij willen op die probleemlijn permanent camerabussen hebben, cameratoezicht. Dat werkt een klein beetje preventief, maar het kan ook helpen als er een incident is om dan ook daadwerkelijk de daders daarop te identificeren en aan te pakken.